Het bureau adviseert branches, overheden en bedrijven. Het idee dat een Kamerlid met een bepaald netwerk dan bij een bepaalde organisatie gaat werken om daar vervolgens de lijntjes te leggen, is niet de ambitie die ik heb. Slecht. Ja, hè? Ja, ik vind dat nog veel zorgelijker dan die ICT-projecten. Een minister wil hij graag. Ja, maar daar ben je toch ook voorstander van? Zeker. Niet? Ik word wel eens 's nachts wakker. Ik heb een opgeruimd gemoed, hoor. En ik denk, het gaat me lukken. Maar ik word wel eens wakker dat ik denk, joh, dat moet ik nog regelen. Dat moet ik nog regelen. Dat moet ik nog regelen. Ja, het is wel veel tegelijk. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Hij zat meer dan 10 jaar in de Tweede Kamer en mag denk ik wel worden gezien als een van de tech-specialisten in de politiek. Inmiddels is hij ondernemer geworden met zijn bureau Digitale Zaken en dus een logische gast voor CVD-TV. Kees Verhoeven. Kees, van harte welkom. Dankjewel. Hoe bevalt het de politiek uit? De politiek uitbevalt goed. Ja. Het was natuurlijk zo dat ik na 10 jaar wel begon te merken dat ik het inhoudelijk nog steeds ongelooflijk leuk en uitdagend vond. Ja. Maar dat ik het politieke proces steeds vermoeiender begon te vinden. Letterlijk en geestelijk. Mm. Je moet de hele tijd aanwezig zijn en je wordt ook nog eens de hele tijd afgeleid. En ik wilde juist wat meer met inhoudelijke onderwerpen bezig zijn. Dus in die zin vond ik het wel prettig. Hoe bedoel je de hele tijd afgeleid? Nou, je krijgt de hele tijd appjes, mailtjes. Er komt nieuws binnen, daar moet je wat mee. Je moet kamervragen stellen, je moet opletten. Kan er wat gebeuren? Terwijl een beetje een bepaalde rustmoment om eens een keer wat dieper over een vraag na te denken, daar was bij mij in ieder geval meer behoefte aan. Mm-hmm. Hey, laten we eens even beginnen met een kritische vraag. Want ik zat jou te googlen en dan denk ik, ja, je bent toch een soort tech-specialist. Volgens mij heb je nog niet eens een eigen website, hè? Nee. Nee. Ga je die ook niet maken? Zeker wel, ben ik er druk mee bezig. Oh, daar ben je druk mee bezig. Ja. Nee, het is heel terecht dat je het vraagt. Ik ben volgende week worden de foto's genomen. Ja. Ik ben bezig met de content en ik heb ook alle domeinnamen heb ik ook. En ik moet het nu allemaal bij elkaar brengen. En ik ga het in 2 stappen doen. Ja. Dus de eerste stap is een simpele website die natuurlijk veilig genoeg is. Waarbij je gewoon ziet wat ik ongeveer doe. Ja. En als we dan wat verder zijn met het bedrijf en ik wat beter weet wat ik precies ga doen, dan denk ik dat ik ook overstap naar een iets professionelere website. Dus ik heb een 2-stappen plan. Maar ik moet je zeggen, goede vraag. Want met pijn in mijn hart, de afgelopen week hebben een paar mensen ook tegen me gezegd, Kees, je hebt je website nog niet netjes. Plus omdat je natuurlijk bureau Digitale Zaken, met name als je op Digitale Zaken, het is natuurlijk in zoverre een naam, je moet hem echt gaan laden, want je krijgt natuurlijk een heel breed zoekresultaat, zeg maar. Dus ik was echt 5 minuten bezig, ik denk, verrek joh, heb niet eens een eigen web. Wat wordt de domeinnaam dan? Bureaudigitalezaken.nl of digitalezaken.nl? Bureaudigitalezaken.nl of .tech of .com, maar dat wordt .nl is de hoofd. En die moet wel veilig zijn natuurlijk dan. Ja, ik kan het me niet permitteren om ook nog eens een website hebben die niet veilig is. Dus ik moet dat gewoon even goed organiseren. En dat is ook het grappige van ondernemerschap. 10 jaar in de Tweede Kamer is gewoon niet nadenken. Alleen maar bezig zijn met wat vindt men van bepaalde vraagstukken en wat vind ik daar dan zelf weer van. Ja. En nu moet ik alles zelf organiseren. Dat is aan de ene kant heel leuk. Maar ja, je loopt tegen hele kleine en grote dingen aan waar je steeds keuze in moet maken. Wat gaat het bureau doen? Het bureau adviseert branches, overheden en bedrijven op het gebied van digitale vraagstukken. Dat kan bijvoorbeeld zijn, ik word adviseur van de datacenters. Nou, die hebben aan de ene kant een belangrijke rol in wat betekent Nederland in de wereld als het gaat om geopolitieke vraagstukken en hoe zelfstandig zijn we. Aan de andere kant enorme duurzaamheidsvraagstukken. Dus daar wil ik ze helpen om ervoor te zorgen dat zij een koers hebben die ik vind passen bij de toekomst van Nederland. Ik wil ook iets met data bij overheden. Want je ziet dat overheden ongelooflijk bezig zijn om burgers de hele tijd in de gaten te houden. Waarschijnlijk met goede intenties, maar wel met slechte uitkomsten. En ik ben ook in overleg met allerlei bedrijven. Dus het is eigenlijk echt advies. En het tweede is, ik wil toch ook echt een rol blijven spelen in het maatschappelijk debat. Want ik kan me ook voorstellen dat je erg interessant bent voor bedrijven als zeg maar ook manier om zeg maar de lijntjes in het Haagse te hebben. Ja, maar ik zeg altijd, ik lobby niet. Kijk, het idee dat een Kamerlid met een bepaald netwerk dan bij een bepaalde organisatie gaat werken om daar vervolgens de lijntjes te leggen, is niet de ambitie die ik heb. Ik heb kennis van het bedrijfsleven van voor mijn Tweede Kamertijd, heel lang bij het MKB gewerkt. Ik weet vrij veel van digitalisering. Ik ben geen programmeur, maar ik weet heel goed hoe het maatschappelijk uitpakt en welke kansen en risico's er zijn. En ik ken de politiek en de besluitvorming in Nederland. En die 3 dingen die zorgen ervoor dat ik goed mee kan denken. Maar dat wil niet zeggen dat ik de hele tijd de telefoon pak en tegen Tweede Kamerleden ga zeggen van jongens, hier ben ik weer Kees Verhoevenkop nog even lobbyen voor nou een flink tarief. Ja. Dus dat wil ik niet. Dat vind ik ook voor mezelf niet de uitdaging die ik zie. Als jij de overheid en ICT, hè, want daar komen we niet omheen. Want jij zult daar absoluut ook een rol in gaan spelen. Ja. Als jij nu geef eens een rapportcijfer aan de manier waarop de overheid ICT-trajecten invult.
Nou, het is nog steeds onvoldoende, maar het gaat wel wat beter. We moeten ook niet onze ogen sluiten voor een aantal lichtpuntjes. Maar het is nog wel een onvoldoende. Ja. Is het een 3 of een 5? Nee, het is een 5. Het was een 3, het is een 5 en het moet naar een 7. Kijk, iedereen zegt, Kees, de overheid heeft geen kennis. Ik geloof niet dat dat het enige probleem is. Er is namelijk ook best wel wat kennis bijgekomen. En je kunt kennis ook om je heen organiseren. Ik had zelf ook geen kennis, maar ik wist toch wel ongeveer waar het mis kon gaan. Maar ik denk dat de besluitvorming over ICT ook heel lastig is. Bijvoorbeeld omdat het heel abstract en moeilijk grijpbaar is. Dus mensen weten niet precies wat het inhoudt als je zegt, we gaan een digitaal systeem of een database of een algoritme inzetten. Dan snappen mensen het niet gelijk. Het is ook moeilijk om er regels voor te maken, want de praktijk is heel erg bepalend. Dus er gaat heel veel mis met ICT in de politiek, omdat van tevoren niet goed duidelijk is wat het precies gaat betekenen. Dus we moeten veel meer een vinger aan de pols houden en dan kan het nog beter gaan. Maar dat vereist toch dat je er wel verstand van hebt dan? Ja, maar verstand is niet het enige. Want er zijn op die ministeries waar de toeslagenaffaire begonnen is, of waar Siri, hè, een soort antifraudesysteem begonnen is, of op gemeenteniveau waar allerlei ambtenaren met zogenaamde accounts burgers aan het volgen zijn. Daar is heus wel kennis. Alleen er is ook heel veel druk op de besluitvorming. En er is ook heel veel opportunisme om snel iets te doen. Er is veel kritiek of de kritiek en discussie vanuit de, met name de internetbranche, noem ik het maar even. Met bijna een soort van boegbeeld inmiddels Victor Knaap de Media Monks. Die ook met name kritiek heeft op het feit van, jongens, schakel ons nou in. Ja. En werk niet alleen met oude ICT-mologen die in staat zijn om, ik weet niet hoeveel 100 miljoen weg te pissen. Waarvan Victor dan ook letterlijk zegt van, gast, daar kan ik 5 jaar lang, kan ik daar weet ik veel hoeveel programmeren. Daar kan ik de hele wereld aan. Hij heeft een soort stuk uitgebracht en daarvoor heeft hij mij ook een uurtje aan de gevraagd om mee te denken. En dat heb ik ook gedaan. En ik vond dat een goed initiatief. En hij zei op een gegeven moment, ja, ik weet niet of ik de goede merk zeg, maar ik bouw, laat ik het geen merk noemen. Ik bouw websites voor enorme wereldspelers. Daar ben ik de websitebouwer van. Nederlands bedrijf, hallo. Ja. En voor de overheid is het alleen maar dezelfde 4, 5, 6 grote jongens die al jarenlang op dezelfde manier werken. En hij zegt van, ja, geef die aanbestedingen. Maak die nou eens wat meer open. Hè. Zorg nou eens dat ik ook een kans krijg en dat ik niet aan alle eisen moet voldoen waar alleen maar een paar grote partijen aan voldoen. Mm-hmm. En hij zegt, ja, die overheid moet ook zorgen dat er een soort van digitaal loket komt. Een minister wil hij graag. Ja, maar daar ben je toch ook voorstander van? Zeker. Ja. Ik heb wel eens het idee dat het bij de briefing al fout gaat. Hè? Dat het al bij wijze van spreken al, ik zeg maar, kapot geluld wordt in de eerste sessies. Ik heb in de ICT gewerkt. Ik ben bureaudirecteur geweest van een internetbureau. Ja, als jij met 20 man elke keer gaat vergaderen over de specificaties, dan krijg je vanzelf een draak van een applicatie natuurlijk. Je moet beginnen, denk ik. En dat is ook mijn kennis. Ik weet niet, ik heb nooit binnen die projectteams gekeken, zoals jij dat wel gedaan hebt. Het begint natuurlijk met de wetgeving. Of het ICT-project wat we willen. Daar moet je goed over nadenken. Je moet van tevoren eerst nadenken, wat is nou het doel van ons als bedrijf of als overheid? Mm-hmm. Wat willen wij bereiken? En wat er vaak gebeurt is, er zijn digitale oplossingen. Daar moeten we wat mee. Mm-hmm. Bedrijven doen ons aanbiedingen. Mm-hmm. Mensen zeggen dat we wat moeten. Mee in de vaart der volkeren. En dan gaat er ineens een soort versnelling komen. En dan is er iets bedacht. En niemand heeft van tevoren gezegd, ja, maar wat willen we nou eigenlijk bereiken? Dus van tevoren goed nadenken. Zowel beleidsmatig in de wetgeving als inderdaad in de projectteams die vervolgens de bepaalde keuzes gaan maken over de producten en diensten. Mm. Ja, dat is heel belangrijk. Hoe zie je de positie van alle uitvoeringsclubs? Want daar gaat natuurlijk ook veel mis, hè? Ja, dat is natuurlijk wat er volgens mij aan de hand is. Is als je een bepaalde wens hebt, dan begint dat met een wet. En die wet wordt vrij algemeen geformuleerd. Heel algemeen. Je moet maar eens een wetstekst lezen over een bepaald digitaal vraagstuk. Dan staat er altijd iets heel algemeens. Vervolgens komt er een uitvoeringsclub die het moet gaan uitvoeren. Die zijn op afstand gezet. Ministers kijken daar niet meer mee. Want die zijn bezig met de camera en kijken ons eens even stevig nieuwe wetgeving maken. Bestaande wetgeving wordt op afstand uitgevoerd. Dat gaat mis, want er is enorm veel ruimte in die wetten. Er is weinig controle op de uitvoering geweest de afgelopen tijd. Dus die bureaus of die instanties of die uitvoeringsorganisaties, die gaan gewoon aan de gang. En dan gebeurt er iets waar we achteraf van zeggen, ja, maar dat had nooit mogen gebeuren. Dus daar zitten we nu in de problemen. We moeten dus veel meer in de wetgeving gaan afbakenen wat er aan de hand is. En we moeten veel meer de vinger aan de pols houden bij de uitvoering. Het tweede stokpaardje, los van ICT in het algemeen, is natuurlijk wat je zei, het zit in het begin al even aan, is data. Ja. We zijn natuurlijk helemaal verzot op data. Ja. Alle big ook. Big data. Zeker ook. Ja, alles. Ja, alles is tegenwoordig big data. En snel. Ja, en dan stoppen we dat allemaal in databases. Ja. Hoe gaat de overheid daarmee om? Slecht. Ja, hè? Ja, ik vind dat nog veel zorgelijker dan die ICT-projecten. Mm. Kijk, die ICT-projecten kosten geld, belastinggeld. Heel vervelend, dat kun je goede dingen mee doen. Maar
Dat was 5 jaar geleden. Was dat een, 5 jaar geleden een rapport van een commissie van de Kamer. Die zei, nou, het kost 1 tot 5 miljard per jaar te veel. Doodzonde, want het is belastinggeld. 1 tot 5? Miljard per jaar. Ze konden geen betere schatting maken dan die enorme bandbreedte. Dat vertelden ze eerlijk gezegd ook wel op een leuke manier bij. Zo van, we weten het dus niet. Oftewel, de verantwoording is ook nog eens heel slecht. Dat was 5 jaar geleden het probleem. Nu is het probleem niet zozeer het geld, maar vooral gewoon dat er burgerrechten geschonden worden. En dat er dus mensen onterecht verdacht gemaakt worden. Dat er mensen bespioneerd worden. Ja, dat kan niet dat de overheid dat doet, zonder wettelijke basis ook nog eens. Dus dat de inlichtingendiensten doen, nou, daar heb ik tandenknarsend ook wel eens wat van gevonden. En dat moet in Nederland ook kunnen, mits met balans. Maar dat er ook gemeentes of defensie of politieorganisaties of de NCTV, dat die zonder wettelijke bevoegdheden de hele tijd burgers aan het volgen zijn. Ja, dat is echt een verkeerde ontwikkeling. Dat doen ze doelbewust. Dat doen ze doelbewust. Of weten ze de regels niet? Nou, dat is altijd een mengelvorm. Aan de ene kant weten ze niet precies wat er in de AVG staat. Maar aan de andere kant weten ze ook best dat ze geen wettelijke bevoegdheid hebben om online accounts of nep-accounts aan te maken om burgers in de gaten te houden. Verheug je er ook op om met bedrijven te gaan samenwerken? Heel erg. Ja, zeker. Kijk, voor mij is het, ik ben nooit eerder ondernemer geweest. En het was ook een beetje de keus van ga ik. Wat deed je voor die 10 jaar politiek dan? Ik ben altijd bij branchevereniging heb ik gewerkt, in MKB-organisaties. Dus ik ben begonnen als jongste bediende bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Nou, dat was een leuke eerste baan, maar wel, dat mocht nog niet zoveel. Ik was daar vrij beperkt. Toen ben ik naar MKB Nederland gegaan. Heb ik 4 jaar me ingezet voor de detailhandel in Nederland. En toen ben ik nog 4 jaar in Amsterdam directeur van MKB Amsterdam geweest. En daar was ik echt een beetje de spreekbuis van ondernemers. En daarna de politiek in. En, op, ja, daar, en nu ondernemer. En bevalt het tot nu toe? Kun je factureren? Ik kan al factureren. Heb je wachtgeld of zoiets? Ik heb wachtgeld. Hoe lang heb je dat dan? Ik mag het 3 jaar en 2 maanden hebben. 3 jaar en 2 maanden? Maar even rustig, even rustig. Dat is in het geval dat je als Kamerlid geen enkele manier hebt om geld te verdienen. Dan heb je een sollicitatieplicht. En dan zou je in theorie 3 jaar en 2 maanden geld van de overheid krijgen. Maar ik zeg je, per 1 augustus heb ik eigenlijk wel een volle opdrachtenportefeuille. Dus ik ben het wachtgeld nu aan het opbouwen. En ik heb nu ook al inkomsten gemaakt. Want ik heb al een aantal betaalde opdrachten. Die dus gewoon vanaf 1 augustus hoef je dan geen wachtgeld meer? Of hoe werkt het dan? Nee, ik denk dat ik vanaf 1 augustus er helemaal af ben. Want maar dat is een soort vrijwillige keuze van jouw kant uit. Of mag je hem ook 3 jaar laten lopen? Nee. Het is hartstikke streng geregeld. Het is niet zo dat ik het erbij krijg. Maar elk Tweede Kamerlid die politiek het gaat, die kan toch zeg maar aan de bak? Dat valt heel erg tegen. Als je bij de PVV hebt gezeten of bij de SP, dan zitten er echt niet zoveel mensen op je te wachten. Bij de PVV en de SP, nou, met name. Die partijen worden blijkbaar gezien als partijen die op de een of andere manier lastiger zijn om aan het werk te komen. Okay. Dat is echt wel een feit. Okay. En dan mag je 3 jaar, en dat geldt, is dat die 3 jaar is afhankelijk van het aantal jaren alleen in de Tweede Kamer hebt gezeten, of maakt dat niet uit? Het is zo dat je... Ik heb me daar nooit in verdiept in die wachtgeld. Nee, het is zo dat je het aantal jaar dat je erin hebt gezeten, krijg je het terug met een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Oké, en jij zit met 10 jaar zit je aan het maximum. Ja, maar vroeger was het nog veel ruimer. Maar even over dat wachtgeld, want ik vind het heel goed dat we in Nederland wachtgeld hebben. Ja? Ik sta daarvoor. Ik wilde ook niet. Ik heb in de Tweede Kamer gezeten. Als jij zelf kiest om te gaan. Ik heb 10 jaar in de Kamer gezeten. Ja, dat boeit mij niet. Ik stap eruit. Ja. Ik stap eruit. Ja. En ik kan bij wijze van spreken, na die 10 jaar heb ik allerlei organisaties, vanuit mijn onafhankelijke Kamerrol, heb ik allerlei organisaties, ben ik kritisch over geweest. Heb ik van gezegd, dit kan niet. Je moet echt onafhankelijk kunnen zijn. En vervolgens mag je ook niet gelijk in dezelfde sector door, want daar zegt iedereen ook wat van. Dus we hebben een soort vangnetregeling, die natuurlijk goed benut moet worden. En ik vind dat je best een paar maanden even op zoek mag naar een nieuwe, situatie. Okay. Nou, maar daar heb ik het toch over. Ja. Maar stel nou dat je bij een partij hebt gezeten waar misschien wel heel veel mensen van zeggen, ben ik het mee eens? Maar heel veel bedrijven en overheden zeggen, nou, dat vinden we toch wel heel radicaal. Kan, hè? Daarom noem ik net die 2 partijen. Zijn prima partijen met heel veel achterban. Ik snap het. En die komen dan niet aan de gang. Nee, maar ik ben daarvoor te ondernemend. Dan denk ik van, gast, je bent zeg maar wel opgeleid en slim. En want je zit niet voor niks in de Tweede Kamer. Dan kan je, en je ik wil het, ook, ik wil het Kijk, zelf ook niet. Nee. Alleen ik vind wel dat we ook een beetje eerlijk moeten zijn naar de mensen die misschien wat minder makkelijk die markt op kunnen. Kijk, ik heb zelf ook zoiets van, bij mij komt het wel goed. Nee, maar ik bedoel, ik vind als jij bij een bedrijf weggaat en je gaat wat anders doen, dan krijg je ook geen wachtgeld, weet je wel. Dus ik vind zoiets van... Dat is niet waar.
Heel veel mensen die vrijwillig bij een bedrijf weggaan, krijgen veel meer mee dan kamerleden. Okay. Ja. Als een nood aan de man is. En, nee, ik vind het een hartstikke... Ik sta voor het wachtgeld. En omdat het een sobere en eerlijke regeling is die er is voor mensen die het politiek hebben gediend en vervolgens niet gelijk aan de bak komen en toch proberen de volgende stap te maken. Netje. En je moet geen misbruik ervan maken. Dat maar in het bedrijfsleven worden veel dikkere bonussen uitgedeeld aan allerlei mensen waarbij je kan afvragen of hun meerwaarde nou zo groot geweest is. Ruime afvloeingsregelen. En dan ben jij nog een goede met. Je bent zelfstandig ondernemer. Ja. Zegt, ik zoek een gat in de markt. Chapeau. Maar voor het bedrijfsleven geldt En dan heb je namelijk voor de grote bestuurders van de grote onderneming heb je het dan over. Miljoenen krijgen ze. Dan denk je dat je het al een beetje snapt, ondernemerschap? Of heb je nog iets bij nog aan het zoeken? Nee, of, ik ben nog wel. Ik hou me staan en het gaat me lukken. Ja? Maar het is niet... Ik, wat je net vroeg aan het begin van het gesprek. Ik word wel eens 's nachts wakker. Ik heb een opgeruimd gemoed hoor. En ik denk, het gaat me lukken. Maar ik word wel eens wakker dat ik denk, joh, dat moet ik nog regelen. Dat moet ik nog regelen. Dat moet ik nog regelen. Ja, het is wel veel tegelijk. Hmm. Als je maar kan factureren, dat is het belangrijkste. Ja, dat klopt. Dat moet je om te beginnen wel kunnen. En nou, dan... factureren lukt me ook. En daarom vond ik het ook grappig dat je dat net zei. Van die website, daar zit ik dan wel mee. Maar een heel verstandig iemand in mijn buurt zei... Je hebt eigenlijk die website nu op dit moment helemaal niet nodig. Nee, joh, nou, want ja, je hebt die opdracht al. Nee, een WordPress-siteje gewoon. Je moet, ja. Je moet gewoon een soort homepage even hebben. Even een plek waar mensen naartoe kunnen. Ja, en ik ben dus met een aantal dingen bezig. Want ik wil dus ook... Ik ga me ook aansluiten bij Speakers Academy... om gewoon ze nu en dan te gaan spreken. Die hebben mij benaderd, daar ben ik mee in gesprek. Nou, kan ik gewoon noemen, want daar ben ik gewoon heel open over. Mm-hmm. Ik ben een boek aan het schrijven bij Business Contact. Dat komt ook uit aan het eind van begin volgend jaar. Nou, dus ik wil een aantal van dat soort activiteiten wil ik wel ergens even net op een rijtje zetten. Dus, goh, waar is Kees Verhoeven nou eigenlijk mee bezig? Ja. Ook in het licht van wat we net zeiden. Wat doet iemand nou naar de politiek? Mis je al iets aan de politiek of nog niet? Weinig. En dat vind ik soms ook, dat vind ik gek om mezelf te horen zeggen. Want ik wil ook niet zo'n oud roker zijn die nu ineens een ongelofelijke hekel aan roken heeft. Ja. Ik hou op zich heel erg van de politiek in Nederland. Ik heb daar bijna 11 jaar rondgelopen en ik vond het fantastisch. Ja. En ik wil ook niet doen alsof het allemaal zo verschrikkelijk is. Want dat vind ik niet geloofwaardig. Maar ik ben laatst gebeld door het FD 2 weken geleden. Zei, joh, Kees, wil je eens een stuk schrijven over de werkdruk in de Tweede Kamer? Dus ik heb een stuk daarover geschreven. En toen dacht ik wel, ja, het gaat wel een kant op. Lang in huis moeten zijn. Hè? We willen allemaal volksvertegenwoordigers in het land zijn, maar we hebben allemaal in huisplicht. Dan moet je in het gebouw van de Tweede Kamer wachten of er nog gestemd gaat worden. En dat dan elke dag. Mm. Werkbezoeken schoten erbij in. Gesprekken met mensen in het land schoten erbij in. Laat thuiskomen. 'S Ochtends dus ook niet meer scherp zijn. Allemaal de hele tijd logistiek gedoe. Dat werd wel vervelend. Mm. Ik ben toch wel iemand die fijn vindt om zijn eigen tijd in te kunnen delen. Dus dat mis ik niet. De collega's waren we voor een heel groot deel, natuurlijk al door corona, toch al veel minder intensief was die samenwerking. Mm. Dus het gekke is dat zwarte gat er niet is. Dus ik ben soms bang dat het nog komt. Ach ja. Ja, dan ben je bang voor iets wat er nog niet is. Hetzelfde als ik zeg, ja, misschien heb ik wel iets heel ergs. Ja, ja. Ik merk het nu niet. En als je erin flikkert in dat zwarte gat, dan kruip je er dan wel weer uit. Dan kruip ik er ook wel weer uit. Ik wens je heel veel succes als ondernemer. Veel dank. En dankjewel. Ja. En dankjewel voor het kijken naar weer een ondernemersgesprek hier op CWD-TV. Een klein beetje politiek en vooral een hele hoop ICT en data. Dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Hoi.